Een hele goede avond. Vorige week zag u dat Valken 68 kampioen werd in de derde klas A. Zaterdag was het erom groot feest in Valkenburg. Het leek wel een soort voorproefje op de welbekende paardenmarkt. Als er wat te vieren valt, dan doen we dat ook gewoon. En dan mag het met de paardenmarkt vergeleken worden. Nou, dat is perfect. Het is paardenmarkt. Wij zijn kampioen en we vieren het. Nu is het straks meer Jaap Jansen en een korte terugblik op het afgelopen seizoen van Valken 68. En het seizoen voor de waterpolers van ZMPC Katwijk zit er inmiddels ook weer op. En voor keeper Leo Voice betekent dat meteen het einde van zijn carrière bij Heeren 1. Er werd gewonnen van de nummer laatst, DAW. Welkom, Leo. Goedenavond. En was het een leuke laatste wedstrijd? Ja, het was op zich wel een aardige wedstrijd. Ja? Ja? Het Beetje was tegen de nummer laatst, maar, ja. Toch nog 11 om je oren gehad? Ja, dat klopt. Ja, de verdediging dat was een beetje over. Begrepen. Doet dat nog pijn of maakt dat niet meer uit? Nee hoor, dat maakt dan niet meer uit. Dus okay. We moesten alleen winnen. We praten zo verder met jou. Eerst gaan we terug naar het seizoen van Valken 68 even nagenieten. De doelstelling was van het begin af aan duidelijk. Kampioen worden en dus promoveren naar de tweede klasse. Na de winst tegen Lugdunum vorige week was het dan zover. Ruim voor het einde van de competitie zijn de Valkenburgers niet meer in te halen. Zaterdagavond was het erom groot feest op Sportpark Duivrak. Kijken we naar een korte terugblik met een reactie van voorzitter Jaap Jansen. Valken 68 steekt dit seizoen de kampioensambities niet onder stoelen of banken. Daarom was het maar goed dat vorige week bij Hazeswoudse Boys al de eerste zege in het seizoen werd behaald op de eerste wedstrijddag. We staan op het ogenblik eerste, ongeslagen, 7 punten los. Iedereen roept kampioen. Ja, ik roep het zelf ook, maar we moeten nog 15 wedstrijden spelen. Dus wat dat betreft zijn er nog heel veel punten te verdienen en ook te verliezen. Dus het vertrouwen is er. Ik denk dat wij gewoon... we gaan gewoon kampioen worden, klaar. Ingooi de Vries, die kan dat ver. Gooit Regica aan, sterk op de achterlijn. Trekt de bal voor en dan komt de bal niet eens bij Jurie Driebergen die goed voor zijn man kwam. Want hij wordt door verdediger Blonk in zijn eigen doel getikt. Valken dus met het geluk van de kampioen op 1-0 voor binnen 7 minuten. Jurie Driebergen speelt de verdediger de ruiter uit. Geeft voor en daar is het Regica met zijn 11e van het seizoen. 2-1 op slag van rust. Ik heb altijd geloof gehad in deze groep en in deze trainer en in deze club. Ja, als je op een gegeven moment toch ziet dat we eigenlijk te sterk zijn voor deze afdeling. Ja, dan sta je toch wel redelijk ontspannen te kijken naar ons team. En, nee, ik heb geen twijfels gehad. Best wel hoog, dat weet ik ook best wel. Maar ik vind dat deze club met de accommodatie die we hebben, de beleving die er is, het fanatisme van alles en iedereen die met deze club meeleeft, ja, dan is het heel belangrijk dat we in de tweede klas terechtkomen. En ik denk ook dat we gaan even lekker feest vieren. Dat doen we nu eigenlijk al ruim een week hier. En dat kunnen we best hier op het dorp. Maar ik denk dat we gelijk door moeten bouwen of door moeten werken om door te bouwen naar een eerste klasse. En ik denk dat deze vereniging dat gewoon aankomt. Dus dat durf je nu ook al te zeggen? Of dat is gewoon onderdeel van het plan? Nou, ik ga niet zeggen dat we volgend jaar kampioen moeten worden in de tweede klas. Maar dat we voor het linker rijtje gaan en een periodetitel, dat is wel duidelijk. Dat doen we gewoon klaar. We doen het op onze eigen manier. Wij zijn amateurvereniging Valken 68. Onze faciliteiten naar de selectiegroep zijn denk ik perfect ingevuld. Er is hier gezelligheid, alles wordt geregeld voor de jongens, maar geld, nee. Dus en alles en iedereen die hier wil komen voetballen, mag, perfect. Maar je zal je eigenlijk een klein beetje moeten conformeren naar de vereniging. En dat is gezelligheid en zonder geld gaan voor onze club. Ook als je in de eerste klasse speelt? Ook als we in de eerste klas voetballen. Want ik denk dat we dat ook zonder te betalen dat niveau aankunnen. Daar is de club klaar voor ook? Ja, wij zijn er wel klaar voor. We hebben natuurlijk een aantal seizoenen geleden in de eerste klas gevoetbald. Toen was onze club er niet klaar voor. En dan kan je wel gaan vragen van ja, waarom was je er niet klaar voor? Ja, dat zijn eigenlijk redenen die je eigenlijk niet zo 1, 2, 3 op kan noemen. Maar wij hebben nu eenmaal de ervaring van we hebben daar gevoetbald. We zijn teruggezakt. We zijn nu weer aan het bouwen.
En ik denk dat wij binnen een aantal seizoenen verder gewoon een stabiele eerste klasse worden. Ambities genoeg dus voor de Valkenburgers. Overigens verloor de ploeg van trainer Anders Wendt zaterdag op eigen veld met 1-3 van Koudekerk. Laten we gelijk de overige uitslagen er even bij pakken van afgelopen zaterdag. In de topklasse Rijnsburgse Boys weer een gevoelige nederlaag. Tegen Barendrecht werd het 2-3. En Capelle-Katwijk eindigde in 1-1. In de hoofdklasse A Vitesse Delft, Quick Boys 1-4. Noordwijk won, moeizaam, maar het won ook. Dus Quick Boys blijft 3 punten achter op Noordwijk. Eerste klasse B, Rijnvogels wint. Fors ook, 5-1. Derde klasse A heeft u dus zojuist gezien. Tenminste, Valken heeft verloren. En de dames van Rijnvogels die verloren belangrijke punten in de strijd om de titel. En staan nu 2 punten achter op koploper Berkel. Dan iets heel anders. De waterpolo'ers van de ZMPC Katwijk die kunnen op zoek gaan naar een nieuwe keeper. Want Leo Voice heeft zaterdag zijn laatste competitiewedstrijd gespeeld. Hij stopt na zo'n 10 jaar als keeper bij Heeren 1. Leo, welkom. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, ik zit nu 20 jaar op waterpolo. En waarvan dus 10 jaar in Heeren 1. En ik vind het wel een keertje tijd dat ik weer wat anders op zaterdagavond of op de trainingavonden mag gaan doen. Je hoeft er niet weg. Ik hoefde niet weg, nee, dat klopt, maar ik vond het wel genoeg. Ja, was er een aanleiding? Was er een punt misschien dit seizoen? Of had je al aan het begin van het seizoen zoiets, dit wordt mijn laatste seizoen? Nou, nee, dat niet. Maar ik weet dat er een andere keeper zat te trappelen om mijn plaats in te nemen. Dus ik vind het goed. Ja. Ja. Hoe kijk je terug op bijna 10 jaar... Heren 1 waterpolo, neem aan als jij begint bij Heren 1 dat je bepaalde ambities hebt, doelstellingen. Is het allemaal gelukt? Nou ja, we zijn 2 keer kampioen geweest in mijn carrière dan. En dat is onwijs leuk natuurlijk. Dus, eerste klasse dus gespeeld? Eerste klasse gespeeld, 2 keer. We zijn ook 1 keer erin gebleven ook, want dat is ook wel leuk. En daarna zijn we er dan toch weer uitgegaan. Maar, ja, want Heren 1 is zo'n ploeg die een beetje tussen de tweede en eerste klasse in zit eigenlijk. Ja, klopt. We zitten altijd in het bovenste rijtje in de tweede klasse. En als we in eerste klasse spelen, staan we meestal in het tweede rijtje. Dus, ja. Zijn dat ook de momenten die het meest bijstaan? Ja, klopt. Die promotie? Promotie, dat is natuurlijk geweldig. Wat dat betreft is het jammer dat je natuurlijk dit seizoen afsluit op plek nummer 4. Ja, zat ja, klopt. Zat er meer niet in? Nou ja, het had altijd gekund natuurlijk. Dus, maar er waren wel heel veel goede ploegen dit jaar. Dus hele spannende wedstrijden gehad. Maar. Zie jij dit Heren 1 ook zonder jou nog een keer terug in de eerste klasse? Absoluut, absoluut. De jonge keeper van de aspiranten die volgt mijn plek dus op. Ook een Voice? Ook een Voice, inderdaad. Joel Voice, inderdaad. Dat is geen familie, maar die speelt ook in de Oranje. Dus dat moet zeker gaan lukken. Je laat het team met een goede keeper achter dus. Daarom, het moet echt wel goed komen. Betekent dat ook dat je nooit meer opgeroepen wordt? Of heb je wel eens kans dat je wel eens moet invallen? Of hoe werkt dat? Die kans is redelijk aanwezig inderdaad. Als er iets gebeurt waardoor die niet kan keepen, dan kan ik altijd invallen. Ja, maar het is een goede dus. Ja. Is het een hele andere? Ik bedoel, wat voor type keeper ben jij? Ik ben een statische keeper. Ik wil ook wel eens uitkomen, maar ik denk dat we vrijwel hetzelfde zijn qua doen. Ja, nou heb je dus zo'n beetje 10 jaar in Heren 1 gespeeld, 20 jaar in totaal gewaterpolo'd. Ja. Ik kan me voorstellen dat het waterpolo, de sport, afgelopen 10 jaar veranderd is. ZMPC Katwijk, Heren 1 veranderd is. Hoe moet ik dat zien? Ja, er zijn ook heel veel spelregels wijzigingen geweest. Dus er zijn inderdaad wel heel andere dingen gebeurd. Wat is de belangrijkste wijziging? We speelden 3 jaar geleden. Hadden we reserve hoofdklasses in de waterpolo. Die hebben ze opgeheven. Dus toen moesten we binnen de eerste zes komen. Anders zouden we gewoon degraderen. En dat hebben we gelukkig gered. Anders hadden we zelfs derde klasse gespeeld. En dat is heel vrij lastig uitkomen met al die tweede en derde teams van topclubs. Is het spel ook harder geworden? Of niet? Nee, het is op zich al min of meer hetzelfde gebleven. Ja. Je speelt natuurlijk nu ook tegen Heren 2 teams en Heren 3 teams zelfs. En dat is toch wel heel anders. Ze leggen wat oude rot in dat veld en
Die zijn toch wel een stukje handiger. Die hebben Haaide, internationale. Onder het water waarschijnlijk. Onder water altijd natuurlijk. Dus waterpolo. Dus dat. Ja. Ben je verloren voor de sportwaterpolo? En nee, voor ZNPC Katwijk? Nee, dat helemaal niet. Ik ga hem volgend jaar lekker leren twee spelen. Dus je blijft wel actief? Ik blijf lekker nog een paar jaar actief. Ja. Dus en dat is wel op, met alle respect, wat lager niveau, hè? Hier in twee. Het is even wat minder, ja, maar het is een gezellig team, dus dat komt helemaal goed. En trainen, blijf je dat gewoon nog wel doen? Ik ga de 50% nog steeds trainen. Dus ik ga stop niet helemaal. Nee, heel goed. Nou, en wellicht zien we je nog een keer gewoon terug als invaller in Heren 1. Ja. Oké, dankjewel. En succes bij Heren 2 dan. Graag. Leo Voice was dat. En we gaan terug naar het afgelopen weekend met uitslagen van de andere sporten. Laten we eens gaan kijken. Bijvoorbeeld bij de tafeltennisheren. Rijns Hoever, die hebben verloren van Tempo Team. Werd 7-3. We hebben het over de tweede divisie van de heren. Laatste wedstrijd. En de volleybalheren van RVV hebben dik verloren van Inter Rijswijk. Het werd 0-4. Dan gaan we even naar het basketbal. Niet naar de dames, maar naar de heren. Want de heren van Grasshoppers hebben gewonnen van het tweede van Binnenland. Einduitslag van de play-off promotiewedstrijd was 66-55. En door dit resultaat gaan de Katwijkers door naar de finale. Die is op 14 mei. En tegenstander is MSV uit Noordwijk. En die wedstrijd wordt gespeeld, om het allemaal duidelijk te maken, in Rotterdam. De finale dus. Is er voetbalnieuws, want Jaber Akrief en Stefan Schaafsma spelen het volgend seizoen bij FC Rijnvogels. De 20-jarige middenvelder Akrief komt over van Quick Boys en Schaafsma komt van ARC. 30-jarige middenvelder speelde eerder ook voor Noordwijk. De voormalige aanvoerder raakte in oktober zijn basisplaats bij ARC. En gaat dus volgend jaar zijn geluk beproeven op de Goaltuin. Dalino Pedrini die vertrekt bij FC Rijnvogels. Hij gaat dus juist weer weg. De verdediger die speelt volgend seizoen bij Terlede. En dan is er nog nieuws over de trainer van Quick Boys, Wilfred van Leeuwen. Want we kunnen hem feliciteren. Hij is geslaagd voor de opleiding coach betaald voetbal. Hij is nu bevoegd om een betaald voetbalclub te gaan trainen. Maar voorlopig maakt hij in ieder geval dit seizoen af. Dus bij Quick Boys op Nieuws Uit. En Dirk Kuyt die heeft zijn contract bij Liverpool met 1 seizoen verlengd. En speelt nu tot de zomer van 2013 voor de Reds. Dan wat dichter bij huis, op Koninginnedag zal de ronde van Katwijk weer plaats gaan vinden. Die wordt georganiseerd door atletiekvereniging Rijns Hoever. De voorinschrijving is aanstaande zaterdag 23 april bij Saton Optiek op de Prinsenstraat van 2 uur 's middags tot 5 uur. En op 11 juni aanstaande zal de 7e editie van de Kippenloop plaatsvinden. Inschrijven is nu al mogelijk via de website van de Kippenloop, kippenloopkatwijk.nl. Dat zijn zeg maar de belangrijkste sportgebeurtenissen. Laten we nog eens eventjes gaan kijken wat er op voetbalgebied te doen is het komend weekend. Dan is er een druk programma met een mooi programma in de topklasse hoor. Katwijk tegen IJsselmeervogels. Dat is mooi, want Katwijk speelt dan tegen de koploper uit de topklasse. En Spakenburg tegen Rijnsburgse Boys. Quick Boys tegen RKAV Volendam. Dan Smitshoek, FC Rijnvogels en Kamerik, Valken 68. Dat zijn de wedstrijden die aanstaande zaterdag op het programma staan. Die kunt u natuurlijk ook weer live gaan beluisteren. Want we zijn er zaterdagmiddag weer met de uitzending op de radio van 2 tot 6. Aanstaande vrijdagavond overigens zijn we er niet in verband met Goede Vrijdag. En volgende week dan zijn we natuurlijk weer terug op televisie met een nieuwe uitzending van RTV Sport. Dan met de voetbaltafel. Met onder andere aan tafel Robert Minkhorst, sportjournalist. U kunt deze uitzending ook weer terugkijken via de site rtvkatwijk.nl. En u kunt het sportnieuws ook nog eens teruglezen op sport.rtvkatwijk.nl. Mij betreft een mooie avond en tot volgende week.